Hola jongens, welkom bij een nieuwe video. Als je nog nieuw bent op mijn kanaal, ik ben Jocelyn. En vandaag heb ik een hele nieuwe shopvlog voor jullie. Ik heb geshopt bij de Zara, de H&M, de Primark en bij Shein. Shein was online en ik heb ook een paar spulletjes online besteld bij de Zara. En Primark was natuurlijk niet online, dus ze hebben nog steeds geen online shop. Maar goed, ik zal als eerst beginnen met H&M, maar daar heb ik niet zoveel gekocht. Ik heb maar één jurkje gekocht. Ik ga het jullie laten zien. Het is een hele lange tuniek dress. Zo uit. Zwit. Het was 30 euro en ik wijs jullie even beter hoe het eruit ziet. Ja, ik vind deze jurk best wel leuk. En ik had niet verwacht dat hij zo zou zitten. In de mouwen vond ik ook wel heel erg anders dan normaal. Dus dat maakte het wel wat leuker. Goed, dat was mijn aankoopje van de H&M. De volgende aankoop. Zullen we beginnen? We gaan maar gewoon naar de Primark. Oké. Bij de Primark heb ik dit keer niet zoveel gekocht. Normaal ga ik echt los bij de Primark. Ik heb wat accessoires gekocht. Namelijk deze twee. Het zijn van die sjaaltjes. Die je ook gewoon als hoofddoekje kan gebruiken. Of als een riempje. Je kan hem echt voor veel dingen gebruiken. Ik vind deze print echt heel cute. En die van de zwarte ook. En ik heb ook nog een andere haaraccessoires gekocht. Deze twee diadeems. Wat wijs aan jullie? Het is een zilveren en een soort bronsachtige. En ik vind ze echt cute. Ik weet niet of ik hem los kan krijgen. Ja, dan kan ik even luisteren hoe het is cute. Het zal nu niet zo heel cute zitten met mijn haar zo, maar oké. Ik zie het wel zo. Zo dichterbij. Ja, ik vind hem leuk. Alleen moet ik mijn haar wel anders, dan is het veel leuker. Die. En ik heb ook nog een super leuke hoedje. Zo'n leren vissershoedje. Een bucket hat. Maar ja. Ik kan hem nu ook niet echt showen. Want oh ja, deze was trouwens maar 6 euro. En de sausjes waren ook 6 euro. En die diadeem was 4 euro voor die twee dus. En ja, dit hoedje was 6 euro. Ik kan hem nu niet echt goed wijzen. Because I will look like somebody's crazy boyfriend. ik lijk wel kaal. Maar oké, hij is wel leuk. Ik had hem gepast toen ik mijn haar nog los had. En dat was wel veel leuker. But yeah, I look like somebody's husband. God, ik ben echt zo lom. I cannot. Oké, en ja, voor de rest bij de Primark had ik twee jurkjes. Deze. En deze was in de sale. Hij was eigenlijk 17 euro, maar ik heb hem dus voor 10 euro gekocht. En ik vind hem echt zo cute. Sowieso zie je hiernaast gewoon hoe hij zit. Echt cute. En ik heb ook nog, dat is dus een lege groene jurk. Ik heb ook nog een echt groene jurk. En ik vond die kleur zo leuk. En deze is ook 17 euro. Deze was niet in de sale, de andere wel. Ik vind hem echt cute. En hij is echt lang genoeg. Ook al is het niet meer zo warm, ik had echt koude tijden tegemoet. Denk ik dat ik alsnog dit jurkje kan dragen met leuke laarsjes en een panty. Dus goede aankoop. Anyway, mijn laatste
eerste item van de Primark waren deze witte hakjes. En ik vind ze zo leuk. Normaal heb ik echt... Ik weet niet, ze zijn niet zo basic. En normaal vind ik echt alleen maar basic hakjes als ik lage hakjes wil hebben. Want ze zijn niet zo hoog, zie je wel. En ja, deze vond ik niet zo super basic. Weet je? En ze waren €16. I like it. Ook al heb ik echt genoeg witte hakken, but I like it. Oké, dat waren al mijn items van de Primark. Dan gaan we maar naar Sarah. Jongens, als jullie weten hoe lang ik deze spullen in die zak heb laten staan, hè? Ik had deze shoplog eigenlijk al lang moeten opnemen, maar ik ging het steeds uitstellen. But anyway, I'm doing it right now. I'm doing it. Een beetje drinken. Ik heb deze drinkmok van een Shireida gekregen en... Ik drink de hele dag door mijn water te drinken. Dat is echt goed. Ik pas genoeg in. Ik hoef niet de hele dag naar de keuken te lopen. Water. Ja, man, bestie. Oké. Voor de mensen die denken van wie is Shireida? Shireida is mijn bestie. En ja, als jullie naar mijn post kijken, dan weten jullie het wel. Ze is altijd mijn bestie. Oké, we zijn nu bij de Sarah. Als jullie naar mijn vlog kijken, hebben jullie deze blazer vast wel al lang zien komen. Ik heb deze blazer van de Sarah. Ik weet ook niet meer hoeveel ik hem heb gehaald. Volgens mij €50 of €60. Het is een oversized leren blazer. Iedereen heeft hem nu ook wel, denk ik. Maar deze blazer is echt live. Like, het is zo'n leuke blazer. En je kan hem bijna met alles dragen. Ja, je ziet hem waarschijnlijk ook hiernaast gewoon. Blazer. Mijn volgende item. Ook leer. Deze leren legging. Die kost €19,95. En deze legging valt zo klein, mensen. Niet normaal. Maar hij is wel echt extra lang. Dus als je gewoon lang bent, net als mij. Ik ben 1,75 meter en hij komt tot de grond. Dus you can buy it, sis. My tall sisters. Jullie kunnen deze legging ook dragen. Hij past goed. Oké, het volgende item. Heb ik deze body. Ik vind de kleur echt geweldig. Het is zo'n chocolate kleur. En I'm chocolate too. So, double chocolate for you. Ik vind deze body echt cute. Hij zit ook gewoon leuk. En het heeft van die shoulder pads. Die het wat chiquer maken. Dus ja, dat is deze body. Ik heb nog twee andere bodies. Ja, deze body heb ik eigenlijk al. Ik had hem al in het wit en in het blauw en in het beige. Maar ik had hem nog niet in het zwart, dus nu heb ik een zwarte gekocht. Deze welbekende body. En hij is €12,95. Oh, ik heb niet gezegd hoeveel de andere was, hè. Deze is €15,95. Wat duurder dan die andere basic. But, oké. Deze is €12,95. En ook al had ik hem al in het zwart, ook al had ik hem al in het wit, heb ik hem nog een keer in het wit gekocht. Want ik weet niet hoor, wat er met deze kwaliteit van die body is. Maar die witte vond ik echt al heel snel gewoon niet meer mooi. En ja, ik wilde hem wel gewoon echt nog steeds hebben, dus heb ik gewoon een nieuwe gekocht. Anyway, even naar mijn volgende zak van de Zara. Dan heb ik deze crème legging. Deze legging kost €17,95. Ik weet niet hoe ze deze legging doen, maar dit is volgens mij niet een mannen legging. Deze legging is ook echt
goed voor mijn tall sisters, want Jezus, hij komt gewoon helemaal tot de grond en hij zit echt geweldig, genoeg stretch en zo, zoals je ziet. Ja, en dan komen we. Oh, deze superleuke set. Ik had deze superleuke set. Is een legging. De legging is €15,95. En het topje ervan is €7,95. En ik heb een maatje ML. En hij staat, ik vind hem echt gewoon super. Ik vind deze set zo lekker. Het is ook van die lipstof. En het zit echt lekker, jongens. Echt niet normaal. Ik snap niet waarom ik maar 1 kleur ervan heb gekocht. Ik ga kijken of ze hem nog hebben. En dan ga ik online gewoon nog. Volgens mij hadden ze hem ook nog in het groen. En in het beige. Dat ik hem in het groen ook nog wel wil. Dat! Oké. Wat is dit? Oh, dit is een jurkje. Deze jurk. Deze jurk moet ik nu sowieso wel met een blazer of zo aan. Want het is zeg maar een korte mouw. Geen mouw. Het kost €9,95. En het zit echt. Ik vind hem echt klassiek. Ik zou er zo gewoon mee kunnen stappen. Of we kunnen niet meer stappen. Door die corona. Maar oké. A girl got a dream. Anyway. Hij is ook echt lang genoeg. Dus ja. I don't know where I'm going, you guys, but I need all this stuff, okay? Volgende item is deze top. Het is, zeg maar, gelukkig niet een super korte top. Hij valt net lang genoeg uit om, zeg maar, bijna tot je navel of tot mijn navel komt hij eigenlijk hier, ja. Dus ja, ik vind deze top echt super leuk. Kun je ook gewoon dragen met een blazer. Hij is €5,95. En ik heb hem ook in het wit gehaald. Dus I love white, you guys. I love white. De witte heb ik niet gepast, want ik wil gewoon niet dat hij vies wordt. En het is een min of wit. Dat zijn de twee topjes. En dan heb ik ook nog deze broek. Deze broek had ik volgens mij online gekocht. En hij kost €19,95. En het is zo zeg maar pantalonachtige stof. En hij zit ook echt heel netjes. Ik vind hem echt cute. Zo, en dat waren allemaal items van de Zara. Oké, ik heb bij de Shein online besteld. Tadaa! Heb ik deze hemd, blouse met twee verschillende kleurtjes. Ik vind hem zo leuk, jongens. Ik vind hem zo leuk. En hij valt lang uit, dus je kunt hem gewoon zo dragen met een legging. Of je kunt hem ook gewoon zo opbinden. En ik vind met een spijkerbroek. En ik vind hem echt cute. Ik vind hem zo leuk. Ik zag hem en ik moest hem meteen bestellen. Echt waar. Ik vind hem echt leuk. Hoeveel kostte dit ding ook? Ik weet niet. Maar er staat dus geen prijskaartje hierbij. En om heel eerlijk te zijn, ga ik het ook niet opzoeken. So sorry. Mocht je de prijs echt heel graag willen weten, dan laat het gewoon achter in de comments. Dan ben ik wel gewoon bereid om het op te zoeken voor jullie. Bij de Shein heb ik ook deze tas besteld. En ik ben helemaal in love with this color. Like, ik vind hem zo cute. So sophisticated. Ik vind hem echt leuk. Hij lijkt alleen niet lekker. Maar het is wel cute. En ik pas bij mijn hemd. Dus hij lijkt alleen niet lekker.
kan ook nog een tastbaar zijn. Ik ga hem jullie alsnog wijzen. Ook al had ik hem al in een vlog laten zien, ik wijs het alsnog. Dat is deze tas. Deze tas. Ik vind hem zo cute, you guys. Zo cute. En hij heeft ook een wat langere arm die je dus zo, zeg maar, schuin kunt zetten. Als je hem niet onder je oksel wil dragen of als klein tasje. En dat waren al mijn items voor deze shopvlog. Ja, ik vind alles nog super mooi. En ik weet niet hoe ik het zo lang heb gelaten in die tassen. Want nu ik alles zie, denk ik echt van... ik had echt leuke spulletjes gekocht. Maar nu kan ik ze nergens naartoe dragen. Want we got a lockdown again. Maar oké. Okay. Zodra de lockdown weg is, heb ik al genoeg om te dragen. You guys, echt top dat je hebt gekeken. En laat mij vooral weten wat jij de leukste item vond van deze shoplog. En vond je het een leuke shoplog? Vergeet dan niet een dikke duim omhoog te doen hieronder. Ben je nog niet geabonneerd? Alsjeblieft, alsjeblieft, abonneer dan. Vooral nu, hieronder ook. En ik hoop je dan heel gauw te zien. Een nieuwe video. Dankjewel voor het kijken. Mwah.